Kijkers, van harte welkom bij de eerste aflevering van wat ik hoop een lange reeks zal worden, ons maandelijks gesprek met de burgemeester. Elke laatste vrijdag van de maand zenden we het uit. Burgemeester, u natuurlijk in de eerste plaats van harte welkom. Ja. Ik zeg nog steeds nieuwe burgemeester, mag dat nog? Nou, ik ben er nu bijna een jaar, dus nou ben ik eigenlijk niet meer nieuw, hè? Niet meer nieuw, nee, dat is ook zo. En ja, omdat u toch nog voor mij een beetje nieuw bent, zal deze aflevering iets anders zijn dan de volgende. We gaan deze aflevering een beetje terugkijken en in volgende afleveringen zullen we meer de actualiteit behandelen. En omdat we terugkijken, is het misschien aardig om eerst te kijken naar een filmpje dat u vorig jaar met ons gemaakt heeft, waarin u ook gevraagd wordt hoe u zou willen terugkijken op uw burgemeesterschap na een jaar. Laten we kijken. Dat ik inderdaad heel veel mensen, instellingen, verenigingen heb kunnen ontmoeten. Dat mensen goed beeld van mij hebben gekregen, maar dat ik ook een goed beeld heb gekregen van... Hè, want ik heb natuurlijk veel gelezen, veel rondgereden, maar de mensen maken uiteindelijk Amstelveen. Dat ik een goed beeld heb gekregen wat leeft en speelt hier. Dat vind ik heel erg belangrijk. Wat ik ook in mijn installatietoespraak heb gezegd, in de ene wijk is het echt heel anders dan in de andere wijk. En zelfs de paar kernen die we hebben. Dus dat ik dat ook goed aanvoel van wat leeft en speelt er. En wat is ook nodig voor mij als burgemeester? Ik heb al gezegd ook dat ik participatie, dat ook een belangrijk onderwerp van de gemeenteraad hier is. En dat ik daar heel erg blij mee ben. Omdat het iets is wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind. En dat het ook een kans biedt om met elkaar te kijken hoe gaan we dat nu inrichten hier in Amstelveen. Ja, en veiligheid is natuurlijk iets van de burgemeester. En dat is ook echt een onderwerp waar ook echt mijn hart ligt in de goede zin van het woord. Om te zorgen dat we daar met elkaar hard aan blijven werken. In dat interview had u het ook over uw motto, verbinden, samenwerken en ontmoeten. Dat is vele malen gebeurd. Hoe is u dat bevallen tot nu toe? Ja, ik heb het al wel vaker gezegd en ik wil het ook nu graag gezegd hebben. Ik voel me hier als een vis in het water. Het is mij gelukt om vele mensen, instellingen, bedrijven te ontmoeten. Alle wijken in te trekken. Ik heb heel veel dingen met mensen mogen vieren. Ik heb natuurlijk ook een aantal hele verdrietige gebeurtenissen mogen meemaken. Maar ook juist dan heb je een belangrijke rol te vervullen. Dus dat is soms moeilijk, maar ook heel mooi om te doen. Dus volgens mij heb ik goed gevoel gekregen bij Amstelveen, zoals ik dat ook graag wilde. Want dat is niet iets wat je op papier leest. Je moet echt met mensen in contact komen om echt ook aan te gaan voelen wat er leeft en speelt en wat er nodig is in zo'n samenleving hier als in Amstelveen. En volgens mij heb ik daar heel goed mijn draai in gevonden. Dat is mooi. U noemde net al verdrietige onderwerpen. Ik had er niet mee willen beginnen, maar die zijn er helaas ook geweest. En zelfs veel in korte tijd. We hebben de Loggerbrand gehad, de MH17. En u was een van de eerste burgemeesters die naar aanleiding van Charlie Hebdo een bijeenkomst organiseerde. Die werd druk bezocht en u heeft daar ook gesproken. Wat vond u van die opkomst ook daar? Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Want ja, we konden natuurlijk niet mensen aanschrijven. Dus het was natuurlijk heel kort tijd. Ik heb dat 's avonds, als ik het uit mijn hoofd goed zeg ik mee, rond een uur of 10:30 of zo besloten. En de volgende dag was het al. Dus eigenlijk moest het via sociale media en mond tot mond. Maar ik had het gevoel, op basis van hoe ik Amstelveen had leren kennen, dat daar wel behoefte aan was om even uiting te geven aan die verschrikkelijke gebeurtenissen en hoe wij ook gewoon in onze samenleving willen staan. En nou ja, daar kwamen gelukkig heel veel mensen op af. En ja, dat liep toch goed. Iedereen had het toch gehoord en kwam daarheen. En vond het ook fijn om even daar met elkaar verbonden te zijn en een signaal af te geven. Ja, ik weet nog de eerste ontmoeting die wij hadden, mijn eerste rapportage, dat was toen u hier bij de school vuurwerkbrillen uitreikte. En dat was heel leuk, heel gezellig. Maar ik wist ook dat u een half uur daarvoor overleg had gehad met politie en justitie over de liquidatie die daags daarvoor had plaatsgevonden. En ik wist ook dat u het half uur daarna, dat u dan zou gaan praten met de nabestaanden. Hoe kan een mens zulke schakelingen maken? Ja, dat is iets wat je natuurlijk als burgemeester wel leert. Om die schakelingen te maken. Wat ik wel altijd belangrijk vind, is dat elk moment wat er is, dat je even echt aandacht hebt voor wat er dan speelt. Of dat iets verdrietigs is. He, of daarna kwam iets met kinderen die natuurlijk veel vragen hebben aan de burgemeester, wat een hele andere setting is. En ik bereid me er wel op voor dat ik dat met aandacht doe. En dat betekent wel, bijvoorbeeld als ik
noem maar even wat, ik ben natuurlijk ook wel bij families op bezoek geweest, nabestaanden van de slachtoffers van MH17. En dan plan ik dat bijvoorbeeld bewust aan het einde van de dag. En dan zeg ik ook van, ik wil niet dat het nu in een uur is, ik wil gewoon de tijd hebben. Want je weet niet hoe zo'n gesprek zich ontwikkelt. En ik wil niet hoeven zeggen, nou op mijn horloge kijk, ik moet nu weer weg. Dus wat je doet, moet je met aandacht doen. Je leert daarin te schakelen. En je moet ook je momenten zoeken om ook de emoties die je toch ook als mens hebt, om die ook een plekje te geven. En burgers, ervaren die dan ook dat de burgemeester op bezoek komt? U vertegenwoordigt meer dan uw eigen persoon. Wordt het ook gewaardeerd? Ja, mensen die vinden dat toch altijd fijn dat je juist als burgemeester ook even aandacht voor ze hebt. Of het nou de mooie dingen zijn of de verdrietige dingen, dat is voor mensen toch heel erg belangrijk. En daarom vind ik ook dat je dat zo zorgvuldig moet doen, dat je daar de tijd voor moet nemen. En je krijgt er ook altijd wel heel veel voor terug. Vaak, als je echt even probeert met mensen contact te maken en er ook echt even voor mensen bent, dan komen er vaak ook hele verhalen, soms levensverhalen naar boven. En ja, daar zit ook vaak weer rijkdom in. Dus ik haal er ook altijd wel weer mooie dingen uit. Ja, waarvan ik dan denk, nou, dat was weer zo'n mooi moment. In het stukje filmen dat we net zagen, noemde u ook de veiligheid. Dat hoort bij uw portefeuille. En u bent met een initiatief gekomen op het gebied van buurtpreventie. Kunt u daar iets van vertellen? Ja, klopt. Dat vind ik eigenlijk een heel mooi iets. Ik heb daar ook ervaring mee vanuit de vorige gemeente. Kijk, je probeert natuurlijk als gemeente samen met de politie probeer je enorm te investeren en zorgen dat het hier veilig blijft en de problemen die er zijn aan te pakken. Maar je wilt ook met elkaar het verschil kunnen maken. Nou, ik noem even zo'n voorbeeld als inbraak. Ja, op een gegeven moment door daar toezicht te houden kun je niet meer alles voorkomen. Dus dan ga je mensen voorlichten, zeggen nou het is ook belangrijk dat u goed hang- en sluitwerk heeft, want daarmee voorkomen we dat er inbraken gepleegd worden. Maar je gaat ook als burgemeester nadenken, wat kun je er nog meer aan doen? Wat kunnen inwoners ook zelf doen om ook mede verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen veiligheid? En buurtpreventieteams, daar heb ik echt hele goede ervaringen mee. Dat is een groep inwoners in een bepaalde wijk of gebied die met elkaar ook de buurt in de gaten houden, die af en toe ook een soort surveillance ronde lopen. En het leuke daarvan is dat zij namelijk op een heel andere manier naar hun wijk of buurt gaan kijken. Dus het heeft niet alleen het effect dat zij dingen signaleren die mis zijn of denken, hé, daar loopt een verdacht persoon, dan hebben ze een rechtstreekse lijn met de politie, daar maak je afspraken over en dan gaat de politie dat ook opvolgen. Want even gezegd, we gaan natuurlijk niet die mensen zelf achter een dief aansturen, want hun veiligheid staat voor alles. Maar je wil wel dat mensen een andere betrokkenheid ook bij een wijk of buurt hebben. En wat er gebeurt, neem nou dat ergens een groepje jongeren vaak op dezelfde plek bij elkaar komt en dat dat toch door omwonenden als wat overlastgevend wordt ervaren. Die wijkbewoners lopen daar iedere keer een ronde, komen ze tegen en die knopen dat gesprek aan. En ze leren elkaar kennen en ze gaan elkaar aanspreken. Mensen zien een bepaald stukje en denken, nou, is eigenlijk toch een stukje. Zou net even het groen iets korter kunnen, dan is het allemaal wat overzichtelijker. Dat geven ze door aan de gemeente en wij kunnen het oppakken. Dus het is een manier om A, een soort extra surveillance te hebben, ogen en oren in de wijk. Maar daarnaast worden die mensen ook een soort ogen en oren om te zien wat er anders of misschien nog beter in de wijk kan. Dus mensen raken op een hele andere manier betrokken bij hun wijk of buurt. En dat is een heel mooi effect ervan. En dat sluit natuurlijk ook prachtig aan bij de wijkagenten die wij in Amstelveen hebben. Ik begrijp dat in Nederland daar vaak op bezuinigd wordt. Ik heb portretjes mogen maken, die zenden we ook elke week uit. Die mensen doen fantastisch werk. Die mensen doen echt fantastisch werk. En ik wil jullie ook bedanken dat jullie ze allemaal de mogelijkheid hebben gegeven om even iets over hun werk te vertellen. En dat ze ook echt een bekend gezicht worden. Want vele mensen kennen ze al in hun wijk, maar niet iedereen. Dus dit was weer een mooie gelegenheid. Maar die kennen ook hun omgeving. En dat is ook voor de politie het eerste aanspreekpunt waar mensen gewoon contact mee kunnen leggen. Ook voor mij, als er ergens iets speelt in een wijk of buurt, dan is ook de wijkagent degene die me vaak net even iets meer kan vertellen over wat er leeft of speelt in die buurt. Dus ze doen echt fantastisch werk. Ja, en ze zijn ook heel erg breed. Ik sprak met één wijkagent en die zei van ja, toen ik in de auto zat, toen kon het wel eens gebeuren dat ik iets zag en dacht van nou, dat heb ik niet gezien. Maar deze mensen krijgen de problemen echt full in their faces en moeten het ook oplossen. Ja. Ja. Het is echt heel bijzonder wat deze mensen doen. Ja. Ik raad u aan om dat te gaan bekijken.
U sprak in het stukje wat we net zagen ook over participatie. En in uw nieuwjaarstoespraak heeft u het belang van vrijwilligerswerk onderstreept in Amstelveen. En heeft u ook opgeroepen om burgers, net aansluitend bij het vorige onderwerp, om burgers bij elkaar betrokken te laten zijn. Laten we daar even naar kijken. Helaas zijn er meer Amstelveeners door ongevallen of incidenten overleden. En zijn er mensen uit ons midden ontvallen. Voor mij is die zorg aan nabestaanden en betrokkenen heel belangrijk. Hen steun bieden en een luisterend oor. Het gemis en verdriet blijven namelijk. En u kent allemaal iemand in uw buurt of omgeving die ook een dierbare moet missen. Die het heel moeilijk heeft gehad de afgelopen feestdagen. Vanwege de grote leegte die gevoeld werd. Of die heel erg opziet tegen het nieuwe jaar. En ik dacht, als we hen nou allemaal eens gewoon een kaartje sturen. Iemand die u kent in uw straat, in uw buurt, in uw omgeving. Even een kaartje om te laten weten dat we aan hen denken. Mag ik dat van u vragen? U was heel duidelijk. Mensen moeten betrokken zijn bij elkaar in Amstelveen. Dat gebeurt ook. En u refereerde in de nieuwjaarstoespraak ook echt uitdrukkelijk aan de gebeurtenissen met MH17. Heeft u ook gemerkt dat bewoners er voor elkaar waren toen? Ja, absoluut. Dat is altijd heel mooi om te zien. Wat dan ook de kracht is van een samenleving. Dat mensen echt om elkaar heen gaan staan. En elkaar ook proberen te steunen en te helpen. En ik zeg ook altijd tegen mensen, de een vindt het lastig om over dingen te praten. Hè, want ja, dat is toch vaak ingewikkeld om het over te hebben. Maar soms is een pannetje soep brengen, kan ook heel waardevol zijn. Het gaat erom, denk ik, dat als mensen iets heel verdrietigs meemaken in hun leven. Bijvoorbeeld de nabestaanden van MH17, die op zo'n verschrikkelijke manier hun dierbaren zijn kwijtgeraakt. Dat je dan toch een beetje, als het ware, doordat iedereen om je heen gaat staan, dat je een beetje gedragen voelt. Het verdriet is niet minder, maar je hoeft het niet meer helemaal alleen te doen. En ik denk dat dat ook het voorbeeld was van wat wij hier in Amstelveen hebben gezien. Hoe dat gebeurde en hoeveel mensen. En ook met alle manieren waarop afscheid is genomen, ook van de nabestaanden. De dansschool, de scholen, nou, noem het allemaal maar op, P60... daar ze allemaal hebben mensen laten zien wat de overledenen betekend hebben. En dat is voor nabestaanden is dat zo waardevol. En ik neem alleen het feit van die herdenking, die we natuurlijk in eerste instantie hebben georganiseerd voor de nabestaanden. Maar daarnaast natuurlijk ook voor hier Amstelveen, om ook hun verdriet te kunnen delen daar. Maar als je dan ziet, het was zomervakantie. Hoeveel mensen zouden daadwerkelijk komen zijn op vakantie. Dat daar gewoon meer dan 1000 mensen waren. Om dat ook met elkaar te doen. En daar geloof ik ook heel erg in. Dat we op dat moment, dan zie je echt de kracht die er ook is in zo'n samenleving. En dan zeg ik altijd, laten we ook proberen dat vast te houden door voor elkaar te zijn. Want dat was ook mijn boodschap met de nieuwjaarsbijeenkomst. Van nou, denk eens even na of iemand om u heen nog even iets aardigs of een kaartje kan ontvangen. Vind ik altijd zelf heel erg belangrijk. Want vaak is het wel zo. Hè, een paar weken zijn we heel erg betrokken. En dan gaat het leven natuurlijk weer verder. En dat is natuurlijk heel logisch. Maar voor zo'n nabestaande niet. Want dan begint vaak het echte verdriet pas. Dus juist na een paar maanden. Of wat ik zelf altijd doe. Ik probeer in een jaar. Als mensen iets verdrietigs hebben meegemaakt. Waarvan ik natuurlijk op de hoogte was. Probeer ik altijd in de decembermaand voor de feestdagen nog even een brief te sturen. Om te laten weten dat je aan mensen denkt. Want dat is altijd zo'n moeilijk moment. Dat mensen het heel moeilijk hebben de eerste keer de feestdagen zonder die dierbaren. En ja, door dat soort kleine dingen, nou ja, kun je heel veel voor mensen betekenen. We hebben het ook vorige week nog gezien. Toen was hier een sponsorloop om de scholen die tegenover de studio. En die werd gelopen voor een project dat de overleden juf zeer dierbaar was. En dat was dus ook een loop met een lach en een traan. En in die zin blijft dat dus ook bestendig. Ja, juf Helen. En dat was ook met de bijeenkomst van alle sportkampioenen. Dat ook Cheryl Goenewan, die natuurlijk bij de dansschool bekend was, dat ze daar ook nog even aan haar dachten. Want zij won een prijs en ze was er niet bij. Nou, dat is toch fantastisch. Ja. En als je dat als nabestaande, opa en oma, ooms, tantes, als je dat dan hoort, dat doet je goed. Het is zo belangrijk om te laten weten dat mensen niet vergeten zijn. En dat is de manier. En dat kan hem in hele kleine dingen zitten.
Laten we afsluiten met twee leukere dingen. We hebben twee leukere actuele dingen. We hebben deze week de lintjesregen gehad. En we hebben uw eerste Koningsdag in Amstelveen gehad. En daar hebben we een kleine compilatie van gemaakt. De lintjesregen. Een record aantal hoeveelheid lintjes. En ik geloof dat dat ook de reden was dat het niet in het gemeentehuis werd uitgereikt, maar voor de eerste keer in het Cobra Museum. Hoe was dat? Ja, dat was echt heel bijzonder. En dat, ja, ik vind het altijd een van de mooiste dagen, ook als burgemeester. Dat je door zo'n lintje uit te reiken ook waardering kan uitspreken voor al die mensen die jaren zich belangeloos hebben weer ingezet. En ja, 29, dat geeft wel aan, hè, hoeveel vrijwilligers. Amstelveen een vrijwilligersbolwerk. 29. En je wil natuurlijk dat mensen dat ook kunnen delen met familie en vrienden. Dus ja, dat paste allemaal niet op het raadhuis. Dus toen zijn we uitgeweken naar het Cobra Museum. En volgens mij hebben we daar iets moois van kunnen maken voor de mensen. En ik heb begrepen dat ook een aantal mensen oprecht verrast was. Ja, dat vind ik zelf altijd wel de sport. Dus aan de voorkant probeer je altijd tegen degene die dan natuurlijk de aanvraag hebben gedaan te zeggen, nou, kijk of het echt heel erg geheim kan blijven, dat mensen echt verrast zijn. En wat ik dan altijd doe is even een half uurtje van tevoren mensen uitnodigen, een kopje koffie en dan even de boodschap brengen, dat ze eventjes ook aan het idee kunnen wennen. En dat is voor mij altijd een mooie manier om te horen wat voor smoes iedereen heeft verzonnen. Nou, ze waren weer briljant dit jaar. Ja, daar heb ik dan zelf ook wel erg veel plezier in. Wat was de leukste? Nou, de leukste was wel die mevrouw die dacht dat ze op een bruiloft kwam, een besloten bruiloft in het Cobra Museum waar ze getuige was. En ik kwam dus naar haar toe en ze dacht, nou ja, wat doet die burgemeester hier? En toen vertelde ik dat ze dus gedecoreerd werd. En die was echt totaal verbijsterd. En ik hoor haar nog zeggen, ja nee, maar dat kan niet. Ja, maar ik heb een hele toespraak voorbereid. En de grootste grap vond ik zelf nog wel, dat het hele huwelijk niet doorging. Het was ook niet zo, het is op een ander moment. Dat huwelijk was er gewoon helemaal niet. Dus nou, vond ik briljant. Gaat het huwelijk er nog wel komen? Of? Ja, zover. In ieder geval was niet een andere datum bekend. Dus dat was echt in scène gezet. Nou, dat is toch fantastisch bedacht. En dan Koningsdag. We zagen daar al beelden van, maar voor u begon de dag echt heel vroeg. U mocht de beurs openen. Ja. Ja, ik mocht met Amstelveen Oranje de beurs openen. Een bijzondere ervaring. Ik moet zeggen dat het wel erg mooi was. Want als je de beelden ziet, dan zie je, we staan er als hele groep voor bij de gong natuurlijk. Maar dan zie je heel groot daarboven Amstelveen. Dus volgens mij was het goede PR voor de gemeente. En nou ja, ook wel een mooie start van onze dag. En de dag zelf. Je leest dan altijd heel neutraal, zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Zou dat ook uw samenvatting zijn of bent u positiever? Nou ja, absoluut. Ik ben natuurlijk zelf overal geweest. Dus ik heb het zelf mogen ervaren. En de sfeer was echt geweldig overal. En het was heel druk. We hadden geluk met het weer. Dus ik heb het zelf ook heel erg naar mijn zin gehad. En vervolgens informeer ik natuurlijk ook altijd even bij politie, ook aan het einde van de dag. Nou, hoe is het nou allemaal verlopen? En het is inderdaad zonder incidenten verlopen. Dus ja, een blije burgemeester. Wat mij als Amsterdammer opviel, er was hier voor de deur ook een vrijmarkt. Was om een uur of drie afgelopen en om 3:30 was alles schoon. Amstelveeners hadden zelfs de tepen van de stoep af. Ja. En de gemeentereiniging kwam 3:30 later. Die mensen hebben ook gewerkt. Ja. Geweldig. Ja, nou dat is ook mooi. Allereerst mooi dat mensen ook zelf zich verantwoordelijk voelen voor de rommel. Want ik denk vaak in Nederland dat zouden we vaker moeten doen. Hè? Dat scheelt enorm. En daarna gaan natuurlijk de mensen van de reiniging gaan ook nog overal heen. En ik ben wel blij dat je dat zegt. Want die doen dat altijd op feestdagen. Dan moeten zij aan het werk. En dat doen ze heel loyaal. En dat is heel erg belangrijk. En alleen zo samen op die manier houden we het mooi hier in Amstelveen. Dat lijkt me een mooi einde van ons eerste gesprek. Dames en heren, dank voor het kijken. Burgemeester, bedankt. Het volgende gesprek zal zijn op vrijdag 29 mei. En dan zullen we meer actualiteit behandelen. En dan wil ik het ook graag met u hebben over aspecten van het burgemeesterschap die mensen misschien wat minder zijn. En dan denk ik aan de veiligheid, het overleg in het driehoek, de veiligheidsrisico. En als kijker kunt u daarvoor ook vragen insturen. Dat kan dan via de mail naar gesprek met de burgemeester
@rtvamstelveen.nl. Burgemeester, hartelijk dank. Heel graag gedaan.